Thema van de preek is: buigen voor God is nog niet bekeerd worden tot God. Buigen voor God is nog niet bekeerd worden tot God. Geroepen gemeente van Christus, vanmorgen hoorden wij dat Nebukadnezar had gedroomd. Een veelzeggende droom. En toen hij wakker werd uit zijn droom, baadde hij in het zweet. Als een machtige heerser was hij bang geworden van deze droom. En hij voelde dat achter deze droom een geheime boodschap schuil ging van de goden. Zijn wijze raadgevers stonden radeloos. Ze konden de droom niet verklaren. En Nebukadnezar wilde hen daarom allemaal doden. En er ging heel snel een nieuwe wetgeving uit. En binnen korte tijd was de wet gesteld: alle wijzen in het rijk worden gedood. Tovenaars, sterrenkijkers, astrologen, daar gaat het over eigenlijk. Astronomen, hè, dat waren mensen in Babylon die de sterren bekeken, daaruit de weg van de goden ontdekten. De uren van al die mensen waren geteld. En ook Daniels laatste uur is geteld, want ook hij hoort bij die wijze raadgevers van de koning. Als Daniel hoort dat ook hij moet vrezen voor zijn leven, vraagt hij direct om uitstel. Die krijgt hij. Dan gaat hij bidden met zijn drie vrienden. En in die droom openbaart God het visioen. En dan gaat Daniel de Heere God loven. U openbaart diepe en verborgen dingen. Daar zijn we vanmorgen gebleven. Daar zijn we gebleven. En dan gaan we nu verder. Want als Daniel opstaat van zijn gebedsgemeente, vers 24, gaat hij naar de knecht van Nebukadnezar, Arioch. Breng mij bij de koning en ik zal hem de droom uitleggen. En zo komt Daniel voor de machtige koning. En die vraagt in vers 26, toch met een beetje bijtende spot, een beetje sarcasme, kijk maar naar zijn vraag: bent u in staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb en de uitleg ervan? Al mijn wijze mensen kunnen het niet, tovenaars niet, sterrenkijkers. En jij, een Joodse jongen uit Israël, jij denkt het wel te kunnen. Ben jij daartoe in staat? Er zit spot in zijn woorden. Daniel gaat dan niet direct de droom uitleggen. Hij begint een beetje met een inleiding, vers 27 tot en met 30. En gaat de koning allereerst vertellen dat het niet komt omdat hij zo wijs is, dat hij zo intelligent is, maar dat de Heere deze verborgenheid heeft geopenbaard. En dat deze verborgenheid, dit geheim, voor de koning een toekomstvoorspelling is. Hoe het zal zijn, zegt vers 28, wat er in later tijd gebeuren zal. De Heere maakt door deze droom, maar u bekent, o koning, wat er gebeuren gaat. Als Daniel dat zo heeft gezegd en de koning natuurlijk nieuwsgierig geworden is, dan gaat hij de droom uitleggen vanaf vers 31. U, o koning, keek toe, is het niet? En u zag een groot beeld. Ja, denkt de koning, dat zag ik, ja. Hij houdt zijn adem in, gaat de rest ook kloppen. U zag een kolossaal beeld, hoog, glanzend als de zon. Ja, denkt de koning, dat heb ik gedroomd. Het was een vreselijk groot beeld, koning, schrikwekkend. Ja, denkt de koning, dat zag ik. Als een reus, zo'n groot mensenbeeld, zo'n groot afgodsbeeld. En die reus, o koning, bestond uit 5 materialen. Een hoofd van goud, borst en armen van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons of koper, en zijn benen, voel hem maar aan, van ijzer, en zijn voeten, nou, deels van ijzer en ook deels van klei, leem. En ieder stuk, zegt Daniel, ieder stuk van dat grote beeld stelt een koninkrijk voor.
En u, o koning, einde vers 38, u, o koning, bent dat gouden hoofd. En na u komen er echter andere wereldrijken, 3 of 4. Uitgebeeld door zilver, brons, ijzer en klei. Welke rijken dat precies zullen zijn, dat vertelt Daniël niet. Uitleggers wijzen erop dat het hier gaat om het rijk van de Mede en de Perzen als zilver, dat rijk regeerde na Babylon, het rijk van Mede en Perzen, hè, waar Nehemia dan aan het hof van de koning Artasastijn in Susan de beker vult. Dat is het rijk van de Mede en de Perzen. En daarna komen er andere grote rijken, het Griekse rijk van Alexander de Grote en ook het Romeinse rijk. Het rijk wat er is als de Heer Jezus geboren wordt. Dat zijn zo de rijken. Misschien is het Romeinse rijk ook het ijzer vermengd met klei. Maar je zou ook kunnen zeggen dat dat mengsel van ijzer en klei nog weer een apart rijk betreft. Je zou kunnen zeggen, gemeente, dat wij vandaag met ijzer en klei te maken hebben. IJzer, hardheid, dat weten we. Als je in de metaalindustrie werkt, weet je dat? IJzer is niet soepel, is inflexibel, is hard, onbuigzaam. En klei, ja, daar kun je je vinger in drukken. Dat is zacht. Dat kun je een beetje kleien. Kun je wat van maken op de basisschool met klei. Kun je wat van maken. IJzer is hard, klei is zacht. Zo staat dat voor de harde krachten en de zachte krachten in de wereld vandaag. De harde, onbuigzame krachten van terreur, van oorlog, van geweld, van dreiging, van terrorisme en tirannie en dictators. De verharding en de verkilling in de samenleving die we merken en daartegenover de zachte krachten van verdraagzaamheid en tolerantie. Alles moet toch ook kunnen, een beetje polderen, alles mooi en goed vinden. Maakt niet uit wat goed en kwaad is, laten we iedereen verdragen. De harde krachten en de zachte krachten. Ik denk, dat is onze samenleving, ijzer en klei. Maar ondertussen zorgt die verdeelde mix tussen hardheid en zachtheid, verdraagzaamheid, wel voor versplintering in de samenleving. Het past niet bij elkaar, want ijzer en klei passen niet bij elkaar. Het zorgt voor verscheuring in onze samenleving. En toch, gemeente, als ik het zo uitleg, het tekent onze cultuur, maar ik vul het natuurlijk in vanuit onze tekst. Het blijft wat gissen, wat die wereldrijken zijn. Wat er nou bedoeld wordt met zilver, met brons, met ijzer en klei. Daniël vertelt verder niet welke wereldrijken er komen. En ik denk, gemeente, dat doet hij expres niet. Want de Bijbel is geen programmaboekje van hoe de geschiedenis gaat. Hoe het concreet gaat. Wij krijgen niet vooraf even het plan van God en zo gaat het in je leven. En zo gaat het in de wereld. Wij krijgen niet vooruit het plan. Nee, kijk u maar. In vers 35. Daar zien we dat reusachtige beeld op één moment door die steen wordt verbrijzeld. He, dus je zou kunnen zeggen dat al die koninkrijken op één ogenblik verbrijzeld worden. En daarom is het misschien wel beter, gemeente, om dit beeld niet te begrijpen als verschillende rijken. Eerst Babylon, dan Meden en Persen, dan Griekenland en dan Rome. Maar je kunt het beter zien, dat beeld, als een beeld dat de macht van ons mensen uitbeeldt. Dat beeld is eigenlijk een symbool van macht. De mens gaat als in een beeld daarheen, zingt Psalm 39. De mens en zijn macht wordt hier door dit beeld uitgebeeld. Want uiteindelijk gaan wij allemaal voor goud, is het niet? Uiteindelijk zouden wij allemaal willen horen dat wij dat gouden hoofd zijn. Dat wij de allerknapste zijn. Dat wij de allerslimste zijn. Dat wij de allermooiste zijn. Uiteindelijk zijn wij allemaal Nebukadnezar die gaan voor goud, is het niet? En we zouden het allemaal wel willen horen. U bent dat gouden hoofd.
Deze kolossale popgemeente bestaat ondertussen wel uit allerlei materiaal. Dat is ook de tekening van ons menselijk bestaan. En let u goed op, het wordt wel minder, hè? Eerst goud, zilver, brons, ijzer, klei. Het wordt wel minder. Dat is nou de mens. Het is opgaan, glanzen als een beeld, goud. En dan de spierafbraak, het verouderingsproces van je botten, van je gewrichten, kleine pijntjes, minder goed kunnen lopen, je moet een bril. Het wordt wel minder. Op je 25ste ben je ongeveer op je fysieke hoogtepunt. Maar daarna wordt het al minder. En ja, we rekken het wel met allerlei kunstgrepen, ontwikkeling op fitnessgebied, sportiviteit, make-up, hersentraining, mindfulness. Maar het wordt toch minder. Het is goud, maar je leven wordt zilver. Je gaat verder terug, brons. En je wordt ook harder bij het ouder worden. Mensen zijn soms ontzettend hard. Ze zijn niet meer flexibel, ijzer. Oude mensen bekeren zich ook zo slecht, vind ik in de pastoraat. IJzer, onbuigzaam. Uiteindelijk klei. Er gaan mensen aan je zitten bij je ziekbed. Ze gaan je vormen, een beetje het been zo leggen en het hoofd wat hoger. Klei. Zo is de mens nou kwetsbaar en breekbaar. En ziet u dat mensen, dat reuzenbeeld staat ook, hè? Op klei. Op aardewerk, want van klei maak je Delfts blauw en zo. Aardewerk. Dat betekent, gemeente, dat reusachtige beeld staat wel ontzettend kwetsbaar op zijn voeten. Het is gedoemd tot de ondergang. Het ziet er goed uit hoor, dat hoofd van goud. Bij ons ook. Maar als je een mens van top tot teen bekijkt, dan mankeert er van alles. En God helpt ons vanavond uit de droom. Wij zijn die wankele en kwetsbare mensen. In onszelf slappelingen die naar het avondmaal toe moeten om het alleen van de Christus te verwachten. Want in onszelf liggen wij midden in de dood, zijn wij slappelingen. En ons beeld staat net zo vast als die pop. We kunnen niet bewegen. En dat wordt ook dat beeld fataal. Want kijk maar goed in die droom. Er wordt ergens uit de bergen. Niet door mensenhanden staat er dan subtiel bij, maar het is natuurlijk een detail dat verwijst naar God. Er wordt een steen losgebroken. En die begint te rollen. En die steen staat voor Jezus en zijn koninkrijk. Waar zal mijn hulp vandaan komen? Mijn hulp komt uit de bergen. Waar Christus vandaan komt rollen. Ergens onzichtbaar van boven. Hij is afgedaald uit de hoogte, is het niet gemeend? Hij heeft de hemelse heerlijkheid verlaten. Hij is naar beneden gekomen. Als een klein steentje, een baby, een grindsteentje. Geboren uit de maagd Maria. En hij groeit. En hij groeit. Hij wordt steeds groter. En jongens en meiden, misschien doe je dat wel eens, hè? Dat je wat grindsteentjes hebt. Dat je zit op een glijbaan. Dat je dan bovenop die glijbaan gaat zitten. En dan ga je zo wat verstrooid die grindsteentjes naar beneden rollen. Kijken waar ze uitkomen en hoe ver ze komen. Zo doe je dat een beetje als kind, toch? Een beetje spelen. Kijken hoe ver die steentjes komen. Waar ze tegenaan rollen. En zo is het ook hier. De spanning hangt in de lucht. Waar rolt die steen tegenaan? En hij komt steeds dichterbij. En wordt steeds groter in beeld. Het blijkt van dichtbij ineens een reusachtige steen te zijn. Een steen ook met hoeken. Een kostbare hoeksteen. En die wentelt op dat beeld af. En dat beeld kan niks, staat doodstil. En die steen zorgt voor een confrontatie, een clash tussen steen en beeld.
Je zou misschien nog hopen dat dat mooie beeld op het laatste moment toch nog wordt ontweken door die steen. Dat doet hij niet. Nee, Christus de steen komt op uw, jou, mijn beeld af. Op Nebukadnezar af. Wij zijn net mensen die stilstaan. Van God uit gezien uit de eeuwigheid zijn wij een stip op de werelddoel die niet beweegt. Een stip op de werelddoel vanuit de eeuwigheid gezien. Wij zijn onbewegelijk. En Christus wentelt met zijn koninkrijk op je af. En ook in ons persoonlijke leven vindt die confrontatie plaats. Vroeg of laat. Dat Christus niet om je heen draait. Maar precies tegen jou aanrolt. En je verbrijzelt. Christus zal je verslaan. Dat is erg. Dat doet pijn. Maar als we de Bijbel lezen, is dat wel wat er gebeurt. En dan is er, gemeente, en dan moeten we goed opletten. Dan is er tweeërlei wijzen van verbrijzeld worden. Je kunt op twee manieren vermalen worden. Allereerst, er is een verbrijzeld worden zoals bij dat beeld. Dan word je verbrijzeld als een straf. Dan rolt die steen tegen je goddeloze, hoogmoedige leven aan. En dan word je vermalen, je vergruist. En het gruis van je leven waait weg op de wind als kaf. Je zult eeuwig vergaan en je wordt weggewaaid, weggestoten in de hel. Vernietigd word je daar als gruis. Dat is de ene vorm van verbrijzeld worden door Christus. Als je niet gelooft. Maar dan is er ook een andere manier van verbrijzeld worden in de schrift. Dat is als Christus over je heen komt en je op een genadige manier verbrijzeld en verslagen wordt van hart. Dat is als Christus de steen zo groot wordt in je leven. Dat hij oprijst als een berg. Als een vaste rots van jou behoudt. Dat je in hem je vastheid vindt. Dat je met al je zorgen en zonden bij hem terecht kunt. En dan word je verbrijzeld, want je krijgt wroeging in je hart over je zonden. Je wordt verslagen van hart. Daar hebben we bij stilgestaan van de week. Bij de avondmaalsbezinning. Bij het verslagen zijn van hart. Weet u het nog? Degene die door de Heere wordt geraakt, door zijn geest, wordt verslagen van hart. En dan ga je tegen God zeggen, wat ben ik toch een slechte jongen, wat ben ik toch een slecht meisje, wat ben ik toch een slechte man, wat ben ik toch een slechte vrouw. Ik dien u niet zoals het behoort. Als de Heilige Geest je eigen zelfzucht laat zien, dan word je verslagen. Het is net als met een ballon. De geest prikt als het ware met zijn woord in jouw leven als een ballon. En je blijkt opgeblazen lucht te zijn. Je loopt leeg. Al je hoogmoed moet eruit. Je blijft verslagen over voor God. Maar juist dan kom je goed terecht. Want dan gaat Christus in je alles worden. Als jij niets bent, wordt hij alles. Hij woont maar wat graag bij een verbrijzelde van geest. Weet u waarom, gemeente? Weet u waarom hij nou graag bij een verslagen en vergeest woont? Omdat hij zelf verbrijzeld is. Jesaja 53 zegt, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Aan het kruis van Golgotha is hij verbrijzeld tussen de stenen van goddelijke boosheid en menselijke boosheid. Christus is vermalen. Toch, gemeente, toen hij verbrijzeld werd, heeft hij Gods boosheid tot bedaren gebracht. Met als doel dat hij door zijn genade ook ons leven zou verbrijzelen. Nou, dat horen we eigenlijk niet vaak vandaag, denk ik, hè? Wij denken toch dat God ons gelukkig komt maken. En dat het met God alleen maar beter en beter wordt in je leven. Nou, gemeente, het geluk ligt ook in God, echt waar. Wees diep verheugd over wie God is. Maar ondertussen ook, je eigen leven krijgt de doodsteek.
Hij verbrijzelt je eigen zelfzucht, je eigen hoogmoed. Het kan er ook niet bij in het leven met de Heere dat jij er telkens weer tussen zit. Jij moet eruit, want de Geest wil in jou wonen. Jij moet ook verslagen worden door hem. Jij moet van de troon. Deze droom haalt Nebukadnezar van de troon. En die zet Christus op de troon. Het laat ons God aanbidden. En we zien ook dat Nebukadnezar letterlijk van zijn troon komt, vers 46. Toen werp koning Nebukadnezar zich met het gezicht ter aarde en hij aanbad Daniël. En hij spreekt de lofzegging uit. Waarlijk, uw God is de God der goden en de Heere der koningen. Aan het avondmaal hou je zelf niets over dan God en God alleen. Want hij is de Heere der koningen en de God der goden. Naar die belijdenis moet het ook toe in ons leven. Dat we God op het hoogst vereren en dat wij op het diepst vernederd zijn. Dat we met Nebukadnezar God aanbidden. En dat we hem stellen boven al onze goden. Nebukadnezar zou God moeten stellen boven Marduk, Ishtar, Nabu, de goden van Babylon. En wij boven de goden van het Hindoeïsme, het Boeddhisme, de Oosterse godsdienst. Waar ook weer wat van binnen komt, hè, via die mindfulness-beweging. Daar zit ook iets van yin en yang tussen, van magie. Moet je mee uitkijken. Deze God is een God der goden. Hij staat dus ook boven Allah. Want Allah heeft geen zoon. En onze God heeft wel een zoon. Hij is de God der goden. En hij openbaart diepe en verborgen dingen. Ook uit ons leven legt hij alles bloot. Dat hebben we ook vanmorgen gehoord. Hij openbaart zich in het avondmaal, in brood en in wijn. Was hij niet voor u vanmorgen? God der goden, was hij niet voor u alleen? U alleen, u loven wij. U alleen, o God en Heer. Waarlijk, uw God is de God der goden. Gemeente, als ik goed lees, dan mis ik wel iets in die belijdenis van Nebukadnezar. Nebukadnezar zegt, uw God is de God der goden. Uw God, zegt hij. Hij houdt het bij Daniël. Jouw God, Daniël, die is het. Hoort u? Nebukadnezar die blijft feitelijk. Hij houdt het bij de feiten. Het is wel een feit, het is waar. Daar niet van. Maar ik had zo graag gehoord, en u toch ook, dat hij had gezegd, uw God is mijn God. Uw Heere is mijn Heere. Uw volk is mijn volk. Ik vraag het me af, Nebukadnezar, wie is God nou echt voor jou? Ik vraag het me ook bij u af, bij mezelf. Wie is God voor mij? Neem die vraag eens mee naar huis. Is hij ook mijn God? Uw God moet mijn God worden in ons leven. En daarom, gemeente, deze geloofsbelijdenis van Nebukadnezar ontroert me, raakt me, maar doet me ook huiveren. Want hier zit ook een les in. Nebukadnezar belijdt wel de God van Israël, maar tegelijk, en dat gaan we zien in het hele boek Daniël, is het even, op dit moment, geraakt, belijdenis doen. Het is een gelegenheidsbelijdenis. Even voor de gelegenheid. Hij is even uit het veld geslagen. Door die bijzondere Joodse jongen die het zo mooi kan zeggen en die zijn hart kan verklaren. Maar ik zeg u, gemeente, met een bekend onderscheid. Het lijkt een soort wondergeloof te zijn. Hij is geraakt door het wonder van die jonge jongen die het uit kan leggen en zo mooi kan zeggen. Het is een wondergeloof. Het is niet het zaligmakende geloof. Want één hoofdstuk later in Daniël 3 gaat hij een heel beeld van zichzelf maken. Dan houdt hij het niet alleen bij zijn hoofd. Maar dan maakt hij helemaal een goudbeeld van zichzelf. Hij is nu even verslagen.
Hij knielt als een soort eerbetoon. Maar gemeente, weet u wat mij zo opvalt? Dat valt u ook op. Hij is zo gericht op Daniël. Hij aanbidt Daniël, staat er in vers 46. En gaat voor Daniël offeren, gaat wierook offeren. Hij laat Daniël direct promotie maken in zijn rijk. En ook Daniëls vrienden krijgen wat promotie. Hij is erg gericht op Daniël. Wij moeten met onze dankbaarheid wel op de juiste plaats terechtkomen. Ook in deze avondmaalsdienst. En niet gericht zijn op mensen. Maar op God. Calvijn die leest dit hoofdstuk in zijn tijd, 16e eeuw. Tijd van de reformatie. En dan zegt hij, dit doet Rome ook. Die aanbidt ondertussen de paus. Terwijl het moet gaan om God. Nebukadnezar aanbidt Daniël, maar het moet om God gaan. God alleen. Het moet niet om de paus gaan, om heiligen gaan. Het moet om God gaan in ons leven. Deze mensen zijn er ook vandaag, gemeente. Ze zijn ook onder ons. Die zeggen het ook. Wat kunt u dat mooi zeggen? Heel bijzonder. Uw God is een God der goden. Hij is koning. Dat zeggen ze allemaal. Maar ondertussen blijven ze wie ze waren en wie ze zijn. Het zijn soms mensen die bij je pleasen met mooie woorden. Je hoort het ook op de straatevangelisatie. Mensen die mooie woorden voor je over hebben. Fijn zo'n kerk. Vrijwilligerswerk. Goed bezig. Maar hun hart is niet werkelijk gericht op God. Het blijft toch een gelegenheidsbelijdenis. En soms zijn mensen op een moment van overlijden. Of op een moment van dat er een wonder gebeurt. Of op het moment dat er iets bijzonders gebeurt. Ontzettend geraakt. En een bepaalde verwondering laten zeggen dat God God is. Maar toch merk je dat ze soms hun eigen afgoden aan de hand blijven houden. En ik had zo graag gezien, gemeente, dat Nebukadnezar al zijn afgoden eruit had geworpen. Als Nebukadnezar echt was, dan was hij Hiskia geweest. Die had al de afgoden uit zijn land geworpen. De heilige eiken. De onheilige hoogten. Verkeerde tempels. Marduk, Ishtar, Nabu. Hij had ze eruit geworpen. Maar dat doet hij niet. En daarmee zien we, gemeente, dat Nebukadnezar ten diepste dus een inclusief denker is. Hij heeft zijn eigen geloof. Nou, en dat Joodse geloof, dat is ook mooi. Heel inclusief, alles kan erbij. Hij wil zijn eigen geloof, inclusief de God van Israël. Maar hij begrijpt niet dat de God van Israël exclusief is. Het is of God van Israël, of de afgoden. Je moet kiezen, Nebukadnezar, en u ook. Je moet kiezen. Je kunt niet inclusief blijven denken. Het is dit en God daar een beetje bij. Je moet kiezen, Nebukadnezar. Mooi, mooi, zeggen mensen wel eens tegen mij. Mooi. Die God van u, daar wil ik ook wel iets mee. Mooi, ik neem iets van uw overwegingen mee. Daar zitten mooie gedachten tussen. En gemeente, daar kan bekering mee beginnen met zulke soort uitingen. Maar dat is niet genoeg, want je kunt niet iets met God. Hij is niet zomaar een mooie gedachte tussen de gedachten. De God van Israël is niet gelijk aan een ander verlangen in ons hart. Het is alles of niets bij deze God. Of je buigt volkomen en je wordt verslagen in je hart door de Christus die zo heilig, groot en goed is en aan het kruis voor jou gekruisigd is. Of je staat er volledig buiten. Mag die geloofsbelijdenis dat hij de God der goden is uw hele leven doortrekken, gemeente? Vanmorgen aan het avondmaal gezeten? Mag dat avondmaal nou uw hele leven doortrekken? Vanaf vandaag is de voorbereiding op de volgende avondmaalsdienst begonnen. Onderwerpt u zich maar helemaal aan de Heere elke dag.
Wat zou dat geweldig zijn als u niet alleen buigt voor God op een bepaald moment, maar dat het uw hele leven doortrekt. Dat het een volkomen bekering is voor God. Wat had het geweldig geweest als Nebukadnezar zich volkomen had bekeerd en had heel Babylon tot geloof gekomen. Hadden al de heidenen God gaan dienen. Wat had dat toch geweldig geweest. Maar machtig vind ik het ondertussen wel. Dat God zijn lof haalt uit de mond van die goddeloze heidense koning. Dat bemoedigt me toch ook. Als mensen vandaag zeggen die niet geloven. Als ze toch zeggen dat is toch wel heel mooi dat geloof. Daar zit houvast in. Uw God is de God der goden. Dat bemoedigt je toch. Dat bemoedigt je toch. Het zal Daniel bemoedigd hebben. Het zal alle Joden in Babylon bemoedigd hebben. Dat die grote koning toch maar moest erkennen dat de God van Israël de grootste is. Amen.